financiële mogelijkheden voor, onze algemene reserve. In feite is dat de spaarpot van de gemeente. Die laat dit toe, we hebben voldoende gespaard, zo moet je het eigenlijk uitleggen. Hetzelfde als dat bij mensen met een gezin gebeurt, als er ergens voldoende gespaard is, dan kun je een bepaalde investering gaan doen. Nou, zo hebben wij dat ook gedaan en het is nu een fors bedrag, maar in dat bedrag zit ook de afschrijving van de oude armatuur. Je moet natuurlijk de totale financiële last meenemen. Dat hebben wij keurig gedaan en uiteindelijk over 7 jaar, dacht ik, is het kostentechnisch neutraal. En dan begint het ook nog na die jaren geld op te leveren. Maar vanaf nu tot aan die 7 jaar zit er in ieder geval de milieuwinst. En dat is dus duurzaam denken. Ja, over welk bedrag praten we, meneer Meulensteen, wat betreft de investering voor ledverlichting? Nou, de totale investering die nu met het omwisselen, versneld, vervangen, et cetera, dat is 2,4 miljoen. En dat zijn forse bedragen. Maar ja, de hoogte van het bedrag, ja, tot in beperkte mate, kan niet de reden zijn om te zeggen, we doen het wel of we doen het niet. Nee, je moet kijken van, levert het rendement op welke termijn? En zijn de bijgenoemde effecten, zijn die aanwezig? Nou, dat is die milieuwinst. En ja, als je de term duurzaamheid bezigt en je wilt als gemeente promoten, en ik denk dat niet alleen het college, maar heel de raad, ook onze inwoners, heel sterk de laatste jaren de nadruk leggen op het duurzaam bezig zijn, zuinig op onze planeet, dan moet je zulke kans af en toe waarnemen. Ja, dan praat men over ledverlichting. De ontwikkeling in de industrie gaat te snel. Laten we veronderstellen dat binnen 5 jaar nog zuinige verlichting is uitgevonden. Die mogelijkheid bestaat, hè? Ja, en als je in dat cirkeltje blijft denken, dan doe je dus nooit niks. Want pak zonnepanelen. En ieder weet dat de techniek achter de zonnepanelen ook een steeds groter rendement per vierkante centimeter oplevert. Maar dat weten ook mensen, wisten ook mensen die al 10 jaar geleden in zonnepanelen geïnvesteerd hebben. Gelukkig hebben dat die mensen gedaan. Want door de ervaringen van die eerdere kan er weer gewerkt worden aan een verbeterde techniek. En zo werkt het ook met ledverlichting. Nou is natuurlijk ledverlichting niet echt nieuw, zeker niet in het industriële gebeuren. Daar zit al een heleboel ervaring achter, maar die blijven verbeteren. Maar als je daarop blijft wachten tot het uitgekristalliseerd is, ja, dan denkt hij heel veel kansen voorbij laat gaan. Maar zo is het ook met de auto. En ieder schaft een auto aan en die weet dat over enige jaren een nieuw model komt en dat die ook beter is. Toch wordt die auto gekocht op het moment dat er de tijd rijp voor is. En dat kan financieel technisch zijn, dat kan vervanging zijn. Maar dat kan ook, kijk maar wat er op dit moment in Nederland gebeurt met elektrische auto's. Dan komt toch langzaamaan een beweging dat mensen versneld investeren in elektrische auto's. Nou, dat is eigenlijk eenzelfde soort beweging. Ja, de burger vindt het een forse investering. Hè? Je gaat het ook, je wilt het gaan verkopen de komende 4 jaar aan de burger. Hoe ga je het hun duidelijk en bekend maken? Nou, we hebben dus in het projectplan geschreven dat we gaan met ledverlichting sowieso aan de gang. Maar we gaan hem ook met de nieuwste technieken heel goed regelbaar maken. En dan gaan we dus, op het moment dat die lampen geïnstalleerd zijn, en mogelijk misschien al in het voortraject, gaan we met een wijk of een straat, afhankelijk van wat voor schaal dat we spreken, gaan we met de mensen in contact van, hier kan bijvoorbeeld vanaf 8 uur 's avonds kunnen we met 70% verlichting. En om 11 uur 's avonds, dan mogen ze misschien wel uit, of is 20% voldoende? Nou, je kunt ook nog denken aan een soort van bewegingssensoren. Op het moment dat er iemand in de straat beweegt, dan gaan de lampen aan. Nou zijn de ervaringen daarmee, en dan komen we weer op het feit van iemand moet gaan investeren en dan kun je daar conclusies uit gaan trekken. De ervaringen met het aan de voorkant al, of met de regelbare techniek op de basis van sensoren, geeft een heel onrustig beeld. Dat is minder gewenst, maar je kunt wel heel behoorlijk gaan dimmen en daar zit natuurlijk ook nog een heel grote winst. Is dit de eerste aanzet om te zorgen dat de burger ook duurzamer omgaat met de energie? Nou, de eerste aanzet denk ik niet. Ik denk dat we afgelopen jaren natuurlijk als geraad en college, en pak ik maar de Dragons Den, waren natuurlijk, ik dacht 53 ideeën van verenigingen en individuen gekomen zijn om hun idee over een duurzame investering kenbaar te maken. Nou, dat was een fantastisch resultaat. Ik denk dat jij er ook bij geweest bent op 2 juli of ergens was het. Nou, we hebben 10 mensen daar laten beoordelen door professionele jury. En ik denk dat toch op dit moment ook al de revenue langzaamaan zichtbaar worden. Ik begrijp vanuit het bedrijfsleven dat er veel belangstelling is voor de Scandi 4 ontwikkeld had. Nou, we hebben zelf een elektrische auto aangeschaft, was ook bepaald door de jury. En ja, zo zie je dus dat
het duurzaam in beweging zijn, niet letterlijk met het rijden, maar echt duurzaam gaan denken, dat dat een stimulans krijgt door voorbeeldgedrag van de gemeente. Dat is een van de kernpunten en speerpunten de komende 4 jaar van het CDA. Ja, ik denk van heel de raad en van heel het college, maar wij vinden dat wel dusdanig belangrijk en volgens mij alle partijen, dat dat nog versterkt ingezet moet gaan worden. Ja, kunnen we concluderen dat Laabeek daar voorop loopt hier in de regio wat dat betreft? Nou, is misschien moeilijk zeggen. Sommigen doen het op een andere manier. Helmond gaat nu aan de slag in Brandenvoort met een gasloze wijk volgens mij, of een energie-neutrale wijk. Dat is dus een stapje verder in duurzaam denken, maar de investering daar, we hadden het net over 2,4 miljoen voor ledverlichting, nou die bedragen daar die zijn van een hele andere grootte, maar het is een totaal andere impact. Ja, normaal zegt de burger, het moet eerst afgeschreven zijn voor bijvoorbeeld gaan vervangen. Ja, nou normaal doe je dus, je schaft een bedrijfsmiddel aan, in 10 jaar schrijf je maar af en dan doe je in 10 jaar tijd ook reserveren voor de nieuwe. Nou, nu hebben we dus met de ledverlichting gezegd, er zijn een aantal armaturen die hangen nog maar 4, 5 jaar. Maar mogelijk dat die zelfs op een marktplaats voor gemeentes hergebruikt kunnen worden. Want er zijn natuurlijk al zuinige armaturen. Hè? De meeste energieslurpers, zal ik maar zeggen. Er zijn de lantaarnpalen langs de N615, provinciale weg. Nou, die gaan weg. Daar wordt een grote winst mee geboekt. Maar er zijn, ja, ledverlichting is gewoon een stap veel verder dan de traditionele verlichting. Ja, er zijn allemaal vaktermen voor. En daarom denken wij, of geloven wij zelfs, dat die jonge armaturen, dat die ook naar bij andere gemeentes gewild zijn, die nog niet zo ver zijn in zijn duurzaam denken. Of die nog een heleboel van die onrendabele verlichting hebben en die op een goedkope manier dan kunnen vervangen door deze. Ja, van de andere kant moet je als gemeente ook de mogelijke financiën hebben. Hè? Dat is ook vaak een punt. Hè? Ja, inderdaad. Maar dat is even geleden dat hij hier was, maar Frans. De financiële middelen, en ik zei net al, de algemene reserve van de gemeente, dat is in feite de spaarpot. Nou, dan zijn wij 4 jaar geleden, hadden we al een heel goed gevulde spaarpot van 7,5 miljoen. Die is in de jaren gegroeid naar ruim 11 miljoen. En dan komen zulke trajecten langs en dan zeg je, ja, nou, dan halen we dus een gedeelte uit de spaarpot, 2,4 miljoen. We doen ook nog eens een fors bedrag voor de zonnepanelen. Maar dat is allemaal revolverend geld, dat is allemaal geld dat terugkomt. Dat is een voorinvestering en dat komt weer terug. Er wordt winst gemaakt en dan komt het geld weer terug in die algemene reserve. En dan kun je weer nieuwe andere zaken maar gaan doen. Nou, laten we dit onderwerp afsluiten. Ja, ook de heer Van der Heijden aanwezig. Welkom, de heer Van der Heijden. Ja, de burgers, en dat lijkt me heel moeilijk op dit moment, inspireren tot het nemen van initiatieven en hun ideeën belonen. Ja, de burger zegt, ja, ze doen toch vaak wat ze zin in hebben. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is ook het moeilijke. En daarom moet je ook vaak de voorbeelden geven waaruit blijkt dus dat er voordelen behaald kunnen worden op het moment dat ze duurzaam zijn. Want een duurzaam beleid wil niet altijd zeggen dat het voor de burger uiteindelijk ook meer geld gaat kosten. Het kan ook gewoon voor hun gewoon geld opleveren op het moment dat je daar verstandig mee omgaat. En dat is voor onze zoektocht, dat is voor iedereen denk ik nog een zoektocht. Maar ik denk wel in die zin een plicht van iedereen om er wel goed over na te denken. Hoe kun je zelf gewoon zo duurzaam mogelijk omgaan met, ja, met onze wereld? En hoe kunnen we dat aanpakken? Zonder dat je er ongeoorloofde investeringen voor moet doen die dus ja, voor de mensen niet op te brengen zijn. Ja, ideeën belonen staat in jullie verkiezingsprogramma. Ideeën belonen, maar de burgemeester ziet vaak door de boom het bos niet meer. Hè? Van deze ambtenaar naar de andere ambtenaar en op een gegeven moment worden ze een beetje moedeloos. De burger. De burger, ja. Ja, we moeten gewoon zorgen dat de burger bij een vast loket eigenlijk bij de gemeente kan komen. Of bij instanties waarbij ze dus met betrekking tot duurzaamheid gewoon aan kunnen kloppen. En ambtelijk gezien of qua gemeente moeten we er misschien eigenlijk zelfs zoveel mogelijk buiten blijven. De ideeën moeten vanuit buiten komen en die moeten gewoon besproken worden met organisaties die daar ook gewoon verstand van hebben. En dat wil niet zeggen dat wij er geen verstand van hebben. Alleen de keuzes die moeten eigenlijk buiten gemaakt worden en die moeten zodanig positief uitpakken dat wij als politici gewoon eigenlijk bijna niet meer kunnen zeggen van nou daar willen we geen financiën voor vrijmaken.
als er die tenminste zijn. Ja, en, dat is natuurlijk heel belangrijk. En afgelopen jaren is gebleken dat er best wel wat ruimte is om te investeren in duurzame projecten. En mijn gevoel is in ieder geval dat het ook heel positief uitpakt gewoon bij heel veel burgers die erbij betrokken zijn. Ja, we hebben nou duurzame LED-verlichting, we kunnen zonnepanelen. Ja, er zijn talrijke mogelijkheden. Hè? Alleen voor de doelgroep senioren is toch een moeilijkheid. Hè? Ze beheersen vaak niet de mail, vaak niet de computer en die zoeken persoonlijk contact. Ja, en ook daar heb je weer instanties die hun kunnen helpen, instanties of organisaties buiten de gemeentes om, de overheid om. En die kunnen hun daarbij helpen. We hebben we hebben gisteren een bijeenkomst gehad over ouderen. En daar ging het ook over hoe ga je uiteindelijk om met hoe ouderen langer in hun woning kunnen wonen. Is ook een... Ja, als je het heel breed ziet, ook een vorm van duurzaamheid, omdat dat ook uiteindelijk weer kosten bespaart op zorg en dergelijke. En daar heb je heel veel deskundige mensen buiten de overheid van, die weten hoe je er het beste mee om kunt komen. En ze moeten wel de weg weten richting de overheid op het moment dat uiteindelijk blokkeert op wetgeving of iets dergelijks, of wanneer dat er extra financiën noodzakelijk zijn om zaken rond te krijgen. En daar is de gemeente wel voor aan de lat om te zorgen dat dat bekend wordt bij de mensen, dat daar dan altijd bij de gemeente voor aangeklopt kan worden. Dat dan niet altijd een positief verhaal zou zijn dat de gemeente dan met open armen en met een zak geld klaarstaat. Dat moeten de mensen ook begrijpen, maar ze moeten in die zin wel door de gemeente gewoon ontvangen worden en aangehoord worden. En dan kunnen we er ook iets aan doen. Ja, de burger verwacht dat de gemeente altijd maar klaar staat, hè? Ja, alleen de consequenties als de gemeente altijd klaar moet staan, dat er uiteindelijk geld kost. En dan worden de lasten voor de burger uiteindelijk ook groter. En dat is wat de burger dan uiteindelijk ook weer niet wil. Dus we moeten een balans zien te vinden. En als overheid moeten we maximaal faciliterend zijn in die zin. Maar dat hoeft niet altijd financieel te zijn. Nou, financiën, meneer Meulensteen, u was de afgelopen 4 jaar wethouder. U was de portefeuille financiën. Hoe zich stelt met de financiën van de gemeente Laarbeek en toekomstgericht? Want elke keer als de briefjes binnenvallen, net als vandaag de OZB, het wordt steeds maar verhoogd. Hoe is het in de toekomst gesteld? Lastenverlaging voor de burgers? Ik zie bij sommige partijen lastenverlaging. Nou, dat zie ik ook in de programma's en ik kan het heel goed begrijpen. Eerste vraag van jou was Frans, hoe staan we er financieel voor? Nou, Laarbeek, zolang als Laarbeek bestaat, 20 jaar, dit jaar, heeft altijd een gezonde financiële positie gehad. En hebben de afgelopen 4 jaar uitdrukkelijk weten door te trekken. Ik heb net al verteld dat de algemene reserve, onze spaarpot, goed gevuld is. Die is niet gevuld door de OZB te gaan verhogen. Dat mag duidelijk zijn. En dan snap ik de inwoners zeggen, de lasten die stijgen. Maar kijk om je heen, alles wordt langzaamaan duurder. En ik was blij verrast vandaag met het neutrale artikel. Het waren CBS-cijfers in de Mooi Laarbeek-krant. Daarin staat dat de OZB... lasten of OZB-heffing in Laarbeek een gemiddelde van €185 is, terwijl de ons omringende gemeenten allemaal duidelijk hoger zitten. Die zitten allemaal op een behoorlijke afstand. Wil niet zeggen dat een streven van ons geweest is, en het zou best ook wel eens kunnen zijn dat Laarbeek over enkele jaren niet de goedkoopste meer is. Dat weet ik niet. Ook andere gemeenten kunnen andere beslissingen nemen, maar door de geringe belasting of lastenverhoging die wij de afgelopen jaren gehad hebben, hebben we wel een gezonde financieel verhaal gehad. Hebben we altijd een sluitend verhaal gehad. Behalve 2018, maar dat is allemaal gepermitteerd, zal ik maar zeggen. De provincie doet daar niet moeilijk over, omdat al de andere jaren sluitend zijn. Maar die geringe lastenstijging moet je ook zien in relatie tot wat er allemaal ontstaan is de afgelopen 4 jaar. En of dat ik het dan nu heb over de groenste van Nederland en de groenste van Europa. De duurzaamheidstrajecten die we net al besproken hebben, ook vanuit de Dragon's Den. En ik denk dat de meest waardevolle investering geweest is wel het aanhaken van de mensen. Kijk, wij maken mogelijk, Marcel gaf ze net ook al aan, de ideeën moeten van onderaf komen. We moeten de tijd van ambtenaren gaan in een hok zitten bedenken samen met wethouder. Dit zou wel eens goed kunnen zijn voor onze inwoners, die is helemaal voorbij. Inwonersinitiatieven, en dan moet je als gemeente aan de lat staan om het mogelijk te maken. Nou, daarvoor hebben we ons financiële plaatje. Nou, die OZB-verhoging, er is een verhoging. Ik heb... pas gekeken. Ik zie natuurlijk ook de reacties van andere partijen en dan zie ik staan van 26,27% gestegen.
de afgelopen 4 jaar, die andere 4 jaar, 2010, 2014, was het ook 17,7% gestegen. Maar als we dat omgerekenen in euro's, dan praten we over een stijging van nog geen euro per maand in die 4 jaar tijd. Nou, als dat dan ons kwalijk genomen wordt door onze inwoners in relatie tot wat we allemaal bereikt hebben, nou, dan ben nou eerlijk, het gaat goed in Laarbeek. Het gaat goed in Laarbeek, maar als ik kijk voor een bepaalde doelgroep, de pensioenen, de premie, die gaat niet omhoog. Die krijgen toch steeds lastenverzwaring. En veel gemeenten in financiën bezuinigen in feite, die bezuinigen op het ambtenarenkorps. Dus dan krijg je ook weer, we hebben diverse voorbeelden in de gemeentes, financieel bezuinigen, dan hebben we toch in de problemen komen. Ja, dan denk ik dat je misschien refereert aan het verhaal van Helmond afgelopen week in de krant. Nuenen is het ook gebeurd. Kijk, dat is altijd een spanningsveld, maar zoals je net ook al, als er inwonersinitiatieven zijn, dan moet je zorgen dat je ambtenaren hebt die mee kunnen gaan vertalen in het toenemen van de kansrijkheid. Alleen je moet niet zorgen dat je ambtenaren hebt zitten die daar zitten te wachten tot er iets gebeurt. Nou, zoiets kun je ook met een flexibele schil proberen in te vullen. Onze ambtenaren, ja, de volksmond beweert altijd anders. Er wordt keihard gewerkt bij ons in de gemeente Laarbeek. Ik denk dat ook de rek er helemaal uit is wat dat betreft. Maar we maken het nog steeds waar. En ik hoor ook heel weinig klachten over trajecten. En natuurlijk duurt wel eens ooit iets lang. Ik had pas een discussie met inwoners. Ja, die mevrouw die had gebeld en er zou teruggebeld worden, was niet gebeurd. Maar er komen wel 30.000 telefoontjes per jaar binnen bij de gemeente Laarbeek. Nou, je streeft naar maximaal goede beantwoording. Maar 100% ook in deze is een illusie, denk ik. Proberen we wel te benaderen. Maar met dergelijke grote getallen, als 1 of 2% dan niet correct beantwoord wordt, dan heb je het al snel over 10 of 15 telefoontjes per week. Dat is hartstikke jammer, maar je moet wel in die macro-getallen denken. Nou, zo denk ik ook dat het met totale gebeuren in het Laarbeekse is. En ja, pensioen hoor ik jou net zeggen, ja, daar hebben wij misschien wel gelukkig geen invloed op als gemeente Laarbeek. Maar ja, er zijn altijd mensen, ook al zouden wij de lasten niet verhogen, die toch aan de moeilijke kant zitten, zou ik maar zeggen, financieel. De rek is eruit bij die mensen. Nou, ook daar zijn regelingen voor. Hè? Dus, en in zijn algemeenheid, we hebben vangnetten in het kader van armoede, et cetera. Dat is allemaal, ik vind in Nederland BV, maar ook dan in Laarbeek, is dat heel goed geregeld. En wie niet mee kan komen, echt niet, daar gaan we iets voor bedenken. Ja, concludeer ik dan dat de CDA-afdeling Laarbeek dicht bij de burgers staat? Ja, zonder meer. We zijn gewoon onderdeel van de burgers. Wij zijn ook maar gewone burgers. Ik denk dat dat duidelijk is. En dat is misschien ook wel een stukje van de oorsprong van onze partij. En we worden dikwijls als katholieken, et cetera, weggezet. Die tijd, de traditionele van het kerkelijke, die ligt echt achter ons. Maar het mens zijn, het medemens zijn, en dan komen we eigenlijk hetgene wat jij bedoelt volgens mij. Wij zien naar elkaar om, we zorgen dat we allemaal mee kennen. Wij sluiten niemand uit. Nou, en dat zijn de waarden die wij als CDA hebben. En ik denk, andere partijen noemen het geen waarden, maar eigenlijk in feite alle partijen zo in elkaar zitten. De gemiddelde Nederlander wil de buurman mee helpen. Ja, dat is leuk om te horen, hè. Maar dat geldt zeker in de kleine kern. Hè? In de stad is dat beduidend minder. Hè? Ja, nou, dat klopt. Er kennen de mensen elkaar minder. Maar wanneer we het over de Laarbeekschaal hebben. Nou, we hebben natuurlijk een heleboel clubs van mensen. Ja, ik ken ze allemaal niet. Het is mijn traject ook niet. Johan Bruls doet het hele traject. Maar er zijn heel weinig mensen die in de vergeethoek geraken. Dat hebben we heel goed georganiseerd in het Laarbeekse. Ondanks de moeilijke stap van de transities van het Rijk en alles. Het zijn allemaal trajecten die aangeven dat het meer op het met elkaar samen gaan doen belangrijker wordt. En ja, dat is iets wat ons ook wel aanstaat. Ja, dankzij de vele vrijwilligers die in Laarbeek actief zijn. Ja, enorm veel vrijwilligers. En ook daar zijn we met alle partijen over eens. We gaan niet bezuinigen op vrijwilligers. Ik denk dat dat ook doodzonde zou zijn wanneer je daar op gaat beknibbelen. Marcel, de wensen en behoeften van bouwen voor onze Laarbeekse burgers, dat zit een beetje in de slop, hè? Zeker wat betreft de sociale woningbouw. Ja, het valt niet altijd mee om te zorgen dat je in alle kernen gewoon op dat moment locaties zet waar je ook daadwerkelijk gewoon aan de gang gaat.
Er zitten wat beperkingen natuurlijk vanuit de provincie die niet toestaat dat je overal zomaar gaat bouwen. Maar ja, we hebben het afgelopen jaar in onze woonvisie, of in ieder geval onze hetgeen waar wij gebracht hebben bij de woonvisie, hebben we natuurlijk al aangegeven. Nou, wij moeten goed inventariseren wat we de komende jaren daadwerkelijk nodig hebben. Aan soorten woningen en dergelijke. En ook hoeveel sociale woningen. Maar hebben we dat ondertussen al niet gedaan de afgelopen 4 jaar? Dat is natuurlijk een continu proces. Alleen, we moeten het wel richten op de vergrijzing die neemt toe. En daardoor ga je ook veel meer mensen krijgen die ook gewoon op een andere manier een huurwoning of iets dergelijks nodig hebben. En ook de jongeren die van huis uit gewoon willen gaan bouwen, ja, die kunnen niet meteen allemaal een koopwoning hebben. Dus je moet zorgen dat je wat dat betreft sociale huurwoningen, dat je die ook beschikbaar hebt. En daar zijn wij volop mee aan de gang om dat gewoon proberen te realiseren. Alleen, ja, dat valt natuurlijk niet altijd mee om dan locaties of dergelijke op dat vlak dan allemaal zo in te richten dat dat precies past voor alle mensen die dan op dat moment een woning nodig hebben. Ja, zijn jullie dan individueel afhankelijk van de woningstichtingen? Wat betreft sociale woningbouw. Hè, ja. Tegenwoordig het lenen is moeilijk voor de jongeren bij de diverse banken. Ja, gedeeltelijk zijn we dan inderdaad, hebben ons geconformeerd aan Wocom van die zorgen uiteindelijk voor de sociale woningbouw binnen Laarbeek. En dan zijn we voor een gedeelte daarvan afhankelijk. Maar daar hebben we eerst ook bewust voor gekozen. Maar we moeten natuurlijk als politiek wel alert zijn op het moment dat de verkeerde kant in draait. En dat er toch groepen burgers uiteindelijk buiten de boot vallen. Ja, dan moeten we als politiek bijsturen en zorgen dat er ook andere soorten woningen gebouwd worden. Maar we moeten met woningen er wel voor passen. Dat we nu niet snel bouwen voor een bepaalde doelgroep, niet kijkend naar de toekomst. Want die woningen die moeten niet over een paar jaar, op het moment dat jongere mensen uiteindelijk wel genoeg financiën hebben om een andere woning te kopen, dan moeten ze ook die mogelijkheid hebben om die andere woning te kunnen kopen. Maar tegelijkertijd moeten ze ook de mogelijkheden hebben om dan dat die woning ook daadwerkelijk weer voor andere mensen beschikbaar komt. Ja, en ik heb uit betrouwbare bronnen genomen, 1300 woningen voor de Laarbeekse inwoners moeten nog gerealiseerd worden voor 2030. Hoe denken jullie daarover in de toekomst wat betreft de gronden, de mogelijkheden? Ja, daar moeten we gewoon naar kijken waar eventueel ruimte is. Maar ik denk dat er wat dat betreft ook heel veel mogelijkheden moeten zijn qua inbreiding. En ook bestaande woningen waar in wijken woningen gewoon onverkoopbaar worden omdat ze gewoon niet meer geschikt zijn. Daar moeten we ook een antwoord op zien te vinden van hoe kunnen we die woningen wel uiteindelijk weer beschikbaar maken voor de markt. En ook voor die doelgroep die nu dus eigenlijk op een woning zit te wachten. Ja, jullie... Als ik even mag. Gisteravond ook aan de orde geweest met de ouderen. Die willen natuurlijk op een hogere seniorenleeftijd dan voorheen, willen die dan toch naar andere woonvormen. En de traditionele bejaardenhuizen zijn voorbij en je ziet nu ook nieuwe initiatieven en gisteren werd er ook gewaardeerd, de voorzitter van de KBO Brabant die was aanwezig. En we hebben al initiatieven in het Laarbeeks dat bijvoorbeeld een iets groter pand verbouwd wordt naar 4 appartementen of 5 appartementen. Waarbij de insteek is dat 1 van de bewoners duidelijk jonger is en dat die dus eigenlijk een soort mantelzorgfunctie klinkt zwaar. Maar dat die dus kan zorgen dat de wensen van de andere bewoners makkelijk ingevuld worden. Dus ja, je krijgt andere woonvormen. En Marcel is dat net vergeten, denk ik, met de woonvisie die hij benoemde. Toen heeft CDA een motie ingediend om heel goed te onderzoeken van wie je op dat moment ook hebt die panden. En ja, die motie is toen ook unaniem aangenomen en er wordt ook onderzoek naar gepleegd. Ja, hoe gaan jullie dan als CDA de toekomst tegenmoet wat betreft het behoefte van de burger wat betreft wonen? Nou, er wordt regelmatig gepeild. Afgelopen maand, begin februari, zijn we in Aderichsel geweest. Er komt een soort woonbehoefteonderzoek. En ja, dat is de beste richtsnoer die je hebt. En dan heb je nog landelijke tendensen. Je hebt monitoring van de cijfers van de inwoners, et cetera. De leeftijdsopbouw. Maar tussen de wat mensen redelijk vrijblijvend aangeven
En op het moment dat ze een woning nodig hebben om die match te maken, dat is toch wel verdomde moeilijk. En dat is niet uniek in Laarbeek, dat is overal zo. Maar daar proberen we, en dat is de kunst, om daar steeds korter op te kunnen sturen. En pak ik een voorbeeld in Mariehout, daar zijn nu een aantal starterswoningen. En dan blijkt in één keer dat de vraag nogal wat groter is dan de woningen die je gedacht hebt daar te gaan realiseren. Nou, we hebben flexibele bestemmingsplannen en dan gaan we dus heel snel kijken van kunnen we ergens in dat bestemmingsplan dan nog een rijtje of een blokje huisje, CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap, realiseren. Waarbij je dus op dat moment die latente behoefte meteen zo snel mogelijk in kunt vullen. Nou, en dat is de kunst om daarop te sturen. Nou, komen natuurlijk bij de locaties van uitbreiden. Dat wordt heel snel gezegd, uitbreiden. Nou, de provincie denkt daar iets genuanceerder over. Alhoewel dat niet betekent dat we niet een poging moeten doen om eens te kijken of het mogelijk is om toch weer ergens met uitbreiding aan de slag te gaan. Dus volop plannen voor de komende 4 jaar. Zeker wat betreft ja, de kernen waar op dit moment nauwelijks gebouwd wordt. Ja, nou, Aalrijksel is natuurlijk al enkele jaren een gevoelig punt, want de uitbreidingslocatie in Aalrijksel, daar is toen een locatieonderzoek geweest en die liggen niet voor het oprapen. Voor inbreiding is daar iets meer ruimte, wordt op dit moment keihard aan gewerkt. Ook terecht, de andere kernen, pak Nieuwenhof in Lieshout, eerst Nieuwenhof, nu Vogelenzang, dat plan, in enkele jaren tijd. Sterker nog, Vogelenzang moeten we nog bouwrijp maken, zijn al een aantal kavels verkort. Nou, zie je de Hoge Zutten in Mariehout. Beek en Donk, allebei de kernen, hebben behoorlijk, maar Beek zeker, hebben veel uitbreidingslocaties. Daar kunnen we ook nog wel enkele jaren vooruit. Sterker nog, als we in dit tempo doorgaan met verkopen, dan zijn we over 7 jaar zo ongeveer uitverkocht. En dan moeten we dus wel nieuwe alternatieven hebben. Nou, weten dat een traject van een nieuw bestemmingsplan wel minimaal 5 jaar duurt tegenwoordig, geeft dus aan dat wel noodzaak wordt om er serieus naar te kijken. Dus de komende 4 jaar serieus kijken waar mogelijkheden zijn wat betreft bouwen. Nou, serieus kijken. Ik denk zelfs proberen om het af te dwingen bij de provincie. En als het dan niet lukt, en dat is ook een gehoorde reactie van ja, je zegt wel, maar je probeert het niet bij de provincie. Nou, ik denk als we de komende jaren moeten we gewoon die stap gaan zetten naar de provincie van ja, want inbreiden zit nog één facet meer bij. We hebben het ook allemaal over onze klimaatverandering. En we kunnen wel alle groene plekjes volbouwen, maar dan hebben we dadelijk een waterprobleem. En dan komen de inwoners en dan zeggen ja, hé, maar onze straat loopt telkens vol. Dus het moet allemaal wel passen in elkaar. Het is ingewikkelder dan dat je op een eerste gezicht zou zeggen. Ja, meneer, of ik mag Marcel zeggen, heb ja, ik begrepen. Ja. De bereikbaarheid bijvoorbeeld, daar praten we in feite al jaren over. Hoe kijkt de CDA nou toekomstgericht wat betreft de bereikbaarheid van Laarbeek en de veiligheid? Want ja, bereikbaarheid brengt ook drukte met zich mee. Ja. Daar zijn wij de afgelopen jaren al heel erg actief mee geweest. Helaas moeten wij constateren dat de provincie in die zin niet onze wensen. Wij waren als een van de weinige partijen binnen Laarbeek, hadden wij zienswijze ingediend bij de provincie met betrekking tot de rijkwijde en de tuin voor. Dus het document waar op basis waarvan de provincie uiteindelijk besloten heeft om de N279 2x1 te laten. Daar zijn we heel actief mee geweest om dat uiteindelijk zodanig onderzocht te krijgen of dat die 2x2 rendabel was, of in ieder geval ook gewoon een beter resultaat zou geven voor de doorstroming bij de Beekse brug, maar ook dus de verkeersintrekkende werking over de landelijke wegen gewoon door Laarbeek, het sluifverkeer. Want wij zijn ervan overtuigd op het moment dat de N279 goed aangelegd wordt, dat het verkeer allemaal via de grote wegen, uiteindelijk de A50 en de A67, richting Eindhoven gaat. Het moet niet zo zijn dat uiteindelijk via Boksmeer het verkeer allemaal door Laarbeek en Nuenen uiteindelijk richting Eindhoven gaat. Dat is altijd onze insteek geweest. Helaas moeten we constateren dat de provincie daar niet in meegegaan is. We hebben zelf uiteindelijk wel gekozen om toch maar akkoord te gaan met het voorstel zoals er dan lag vanuit de provincie. Maar dat was meer met het idee van, op het moment dat we nu echt afhaken als gemeente,
dan zitten we niet meer aan tafel. En dan kunnen we ook bij betrekking tot de inrichting van de N279 zoals die nu is. Ja, dan wordt het misschien wat moeilijker om echt met die partijen te praten. Want ze kunnen zeggen, de provincie kan gewoon zeggen van ja, gemeentes, wij kunnen het ook gewoon zonder jullie beslissen. Dus daar is de afweging ook geweest om uiteindelijk te zeggen van ja, we gaan toch min of meer maar akkoord met die 2x1. Maar daar zijn wij persoonlijk niet gelukkig mee geweest. Want wij denken dat die 2x2, mits dat ook gewoon uit onderzoeken blijkt, dat uiteindelijk veel meer de oplossing biedt dan al waar nu over gepraat wordt met betrekking tot tunnels onder de Beekse brug. Ik heb er wel wat zorgen over hoe dat uiteindelijk de komende jaren opgelost moet worden bij de Beekse brug. Ja, dan zijn jullie een landelijke partij, hè? Een landelijke partij met een afvaring hier in Laarbeek, hè? CDA landelijk. Ja. Maar geen invloed wat betreft op de provincie dan? Want het is een doorn in het oog, hè, op dit moment de verkeerssituatie in Laarbeek. Helaas zit CDA ook bij de provincie niet aan het wiel, aan het stuur. Dus er zijn andere partijen die daar anders over beslist hebben. Gek genoeg is een VVD, die kiezen ook uiteindelijk gewoon voor deze variant. En die gaan ook niet voor het verder onderzoeken. Wij hebben als CDA ook nooit gevraagd of gezegd van wij willen per se die 2x2. Alleen wij willen gewoon een onderzoek. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de manier was om het verkeer, waar in ieder geval vanuit het oosten, vanuit Boksmeer en dergelijke, richting Eindhoven moest, dat via andere wegen weggelegd moest worden als via een opwaardering van de N615. Want dan gaat het nog steeds door Laarbeek en op het moment dat het dan vastloopt, dan gaat het allemaal binnen doorrijden. En wij gaan er de komende jaren toch nog steeds keihard aan trekken om proberen in ieder geval dat verkeer gewoon uit die kernen weg te krijgen. En desnoods dan misschien wel via de N615, maar wel uit die kernen weg en liefst ook van die N615 af. Ja, want ze komen toch door de nieuwe wijken, de fijnstof, daar volop dat de discussie staat. Ja, ja. Dat is ook de hele discussie en het vreemde van het hele verhaal waarom dat ze in Helmond bijvoorbeeld kiezen voor een omleiding. Want dat is allemaal gebaseerd op fijnstof. Als we dan doordenken en we zeggen van nou, de auto's over 10 jaar, reinigen deze auto's meer? Nagenoeg niet. Is alles elektrisch. Dus fijnstof, geluid, daar wordt straks een discussie. Die is voor het wegverkeer veel minder van belang. Dus de provincie heeft helemaal niet naar de toekomst gekeken in die zin. En die hebben alleen maar gekeken, ja, van wat is op dit moment voor ons, ja, ik denk financieel het makkelijkst te realiseren. Alleen, uiteindelijk komen er dan de kosten. Ja, het probleem hier is niet opgelost. En dan hebben wij de Beekse brug nog steeds. Ja, begrijp ik dat goed. Dat CDA vooruitlopen wat betreft de provincie. CDA kijkt vooruit in de toekomst en de provincie blijft achter. Ik denk op dit vlak dat wij best kunnen zeggen dat ze hele grote schoenen aantrekken, of hoe noemen ze dat? Want ze hebben het allemaal over smart mobility. Alleen ik heb het in het laatste onderzoek vanuit de provincie niet gezien. Amper. Nee. Ja, want ze hebben niet ingestoken op des wat duurzame ontwikkelingen die er toch wel degelijk gewoon aan zitten te komen. En dat is jammer, want dan had gewoon de hele discussie met betrekking tot hoe die N279 ingedeeld had moeten worden, hoe die gerealiseerd wordt, was anders geweest. En dan hadden we ook er anders voor gestaan met betrekking tot de N615. Alleen, de praktijk is nu dat we er mee geconfronteerd worden en we zullen de komende jaren vol aan de bank moeten om te zorgen dat het probleem bij de Beekse brug en ook de kernen opgelost wordt. Ik heb nog niet concreet een antwoord. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee, wat betreft veiligheid, dat mag meneer Mullens. Mag ik jou eerst even corrigeren, Frans? Ik hoorde net zeggen, CDA is een landelijke partij. Nee, CDA Laarbeek is een lokale partij met landelijke en provinciale lijntjes. En heel dikwijls wordt beweerd, wij moeten doen wat landelijk voorgeschreven wordt. Zit het absoluut niet in elkaar. Wij hebben het voordeel dat we heel snel contact hebben. Op dit moment gaat het makkelijker richting Den Haag, want daar zitten ze mee in het stuur. Ook dat kwam gisteravond aan de orde over het toewijzen van de woningen. Het woon-easy-systeem, dat is niet goed. Nou, Erik Rommel zit in Den Haag, daar kunnen we zo naartoe. Nou, en dan heb je dus wel directer invloed. Nou, dat is heel belangrijk. Ja, nog even terugkomen op de veilig verkeer in Laarbeek. Als de wagens geruisloos gaan worden in de toekomst, ja, hoe gaan we Laarbeek dan inrichten? Hè? Wat betreft oversteekplaatsen enzovoorts enzovoort. En wat betreft de fietsen, want nu ga je op het geluid af. Nou, ik hoop dat mensen toch iets meer doen dan alleen op het geluid af. Ja, maar veel mensen gaan echt, als ik de jeugd ooit zie oversteken dan. Ja, maar de jeugd heeft ook heel veel van die dopjes in de oren, dus die
die horen die auto's in ieder geval niet. Dat is ook een van de grote risico's die op dit moment onderkend worden. Het is wel winnen, want ik ben ook wel eens zelf verrast door een elektrische auto. Dan sta je staat met iemand te praten en in één keer dan rijden je bijna over je tenen. Heb je niks gehoord. Nou, ik denk dat het ook langzaamaan een gewenning is. Kijk, in een over 10 jaar, alle grote auto-industrieën die gaan investeren in elektrische auto's. Dus die beweging die gaat gebeuren. Maar in die 10 jaar groeien daar ook naartoe. Dus je krijgt een nieuwe alertheid op het verkeer, zal ik maar zeggen. En ja, wat dan nodig is om de veiligheid nog verder te verhogen, daar gaan we natuurlijk in mee in zulke trajecten. Maar wat het zal worden, ik denk dat op dit moment niemand kan zeggen over 7 jaar ziet er een weg zo en zo uit met elektrische auto's. Nog heel kort, ons laatste onderwerp van vanavond is het herinrichten van ons buitengebied. Daar zijn we denk ik al volop mee bezig, hè? Ja, daar zijn we eigenlijk al jaren mee bezig. En ik denk dat we in Laarbeek wel unieke kansen hebben voor het herinrichten. We hebben als CDA een aantal avonden georganiseerd over hoe dat wij als CDA ook in het buitengebied kansen willen zien. En we hebben een heel groot voordeel in het Laarbeek, dat wij weinig partijen hebben die haaks tegenover elkaar staan. We hadden die avond op Krooi en er was wel een Laarbeeks landschap, een IVN, makelaars, een Rabobank. Een financiële instelling, mag geen reclame maken. Maar alle partijen waren daar bij elkaar. En ook de gespreksleider, Ton Braspenning, die heb ik naar de hand in de provincie bij Den Bosch horen vertellen hoe uniek dat eigenlijk is. Er komt werkelijk weinig voor. Dat partijen zo in harmonie over een herinrichting, kansen in het buitengebied, met elkaar aan tafel gaan. Nou, die gelukkige omstandigheid hebben wij, dat we hier geen excessieve uitwassen hebben van veehouderij, et cetera. En dat geeft kansen. Maar dat wil niet zeggen dat je achterover moet gaan leunen. Je moet die kansen juist naar een nog grotere voorsprong omzien te buigen. Nou, dat moet je gaan doen volgens mij. En dan komt toch weer dat van onderen af ophalen. Ik heb het ook verteld met de groenstrijd, waar we mee van start gegaan zijn. Je krijgt bijna een blanco kleurplaat. En vul maar eens in hoe je het wenst. Staan geen lijntjes op en dan gaan we kijken of het mogelijk is en of we mogelijk aan de randjes wat af moeten knippen. En ik denk dat dat het unieke kenmerk is waar wij voor staan. Dus eerst met alle mensen die het te doen op dat moment, op die plek in gesprek en dan de maximale winst realiseren. De speerpunten van jullie programma in de laatste minuutjes van dit programma. Ja, Marcel kan de financiën hebben nu wat benoemd. Dus, ja, belangrijke speerpunten wat ons betreft zijn inderdaad die duurzaamheid. De vrijwilligers die we ten alle tijde willen stimuleren om dat te blijven doen, maar ook willen faciliteren dat die ook gewoon hun werk kunnen doen zonder dat ze een last hebben van allerlei administratieve zaken die eigenlijk het vrijwilligerschap eigenlijk gewoon belemmeren. En zo zijn er veel meer. Ja, we hebben een lijstje. Het staat bij ons op de verkiezingsprogramma. Daar staat het duidelijk in genoemd. En daar hebben we een overzicht van 10 echt speerpunten die we er hebben. Belangrijkste hebben de revue gepasseerd vandaag, dacht ik. Hè. In ieder geval ook de oudere zorg, et cetera, hebben we allemaal benoemd. De veilige leefomgeving, die hebben we benoemd gehad. Financiën, nou, er zijn natuurlijk een aantal punten die van belang zijn. Maar er zijn meerdere partijen die daar vinden, daar ben ik van overtuigd. Ja, maar de beheersbaarheid wat betreft de jeugdzorg. Jullie hebben een zak geld gekregen vanuit Den Haag. En die blijkt later onvoldoende te zijn. Dat is toch een probleem. Dat is maar de vraag, want die is nog steeds niet onvoldoende geweest. We hebben een kleinere zak geld gekregen van het Rijk dan dat ze zelf voorheen aan dezelfde doelgroep besteden. Maar we in Laarbeek hebben het eerste jaar hadden we een fors overschot. Dat was 2016 volgens mij, 2015. Maar al die andere jaren hebben we wel een licht tekort gehad. Maar we hebben toen heel wijs besloten als raad van die 1,7 miljoen, dacht ik, of 1,9 miljoen. Alle getallen kan ik niet precies onthouden, maar in die orde van grootte. Die zetten we apart voor de jaren dat we tekort komen. Nou, ik denk dat een heel wijs besluit van de raad geweest is om daarin mee te gaan. Want we hebben ze de afgelopen jaren mondjesmaat nodig gehad en we hebben nog een behoorlijke reserve. Ja, en ondanks dat andere partijen er anders over denken. Nou, ik denk dat de andere partijen op dit moment, want gelukkig zijn ze daar scherp op. Hè? Van hoe zit het nou werkelijk in elkaar? En ook voor ons zijn dat leermomenten, ook het uitleggen hoe het werkelijk zit. En ik denk na het laatste overleg is vorige week dag geweest in de commissie Sociaal Domein. Is er nog eens een keer heel goed uitgelegd. En volgens mij was uiteindelijk de conclusie van alle partijen van ja, inderdaad, het zit financieel
qua jeugdzorg, maar in het totale traject van de WMO, et cetera, zit toch nog meer financieel ruimte als dat we vooraf vreesden. Alleen, je moet ook een beetje, daar kunnen we heel eerlijk in zijn, het geluk als gemeente hebben, en het is niet alleen geluk, want geluk kun je ook afdwingen, dat je niet te veel van de jeugd, want dat zijn de dure, die dus naar de dure instellingen moeten, dat kost zomaar meer dan een ton per jaar. Nou, als je zulke kinderen heel veel in je gemeente krijgt, door wat voor omstandigheden ook, ja, dat wordt natuurlijk financieel een heel lastig verhaal. Maar er wordt ook, en er, ook in, daarin heeft de Raad ons unaniem ondersteund, dat we dus in het voortraject, voordat de, ja, is niet netjes om te zeggen, voordat het ontspoort, zal ik maar zeggen, om dan onderkennen waar de risico's zitten en daarop gaan te investeren. Maar we gaan, ja, we moeten helaas afsluiten, onze zendtijd zit er bijna op. Op naar de verkiezingen. Durf je voorspellingen te doen, Marcel of Tony? Ja, de burger massaal gaan stemmen? Ja, er gaan meer mensen stemmen dan 4 jaar geleden. Ik ken het percentage niet meer uit mijn hoofd, maar alle aandacht, zowel landelijk, maar ook zeker hier lokaal, ook de inzet van de burgemeester om een heleboel mensen naar de stembus te krijgen, die gaat werken. Daar ben ik van overtuigd. Ik zou teleurgesteld zijn de inwoners zijn als dat niet zo is. En ja, het aantal zit, dus we zijn van 3 naar 1 gegaan 4 jaar geleden. En ik denk dat hetgene wat in Laarbeek de komende 4 jaar, afgelopen 4 jaar gepresteerd is, dat dat ook weer vertaald zou kunnen worden, in ieder geval in 3 zetels. Ja. Als onze algehele werkwijze, als die geaccepteerd wordt door de mensen, en dat is eigenlijk gewoon concreet altijd bezig zijn met gewoon beleidsmatig is vanuit onderen of vanuit de mensen, en dan actief gewoon allerlei dingen op gaan zetten. Tijdig gaan kijken naar bijvoorbeeld aanpassingen van industrieterreinen, waar we ook nu bij het buitengebied gedaan hebben. En daar is ons idee om dat gewoon structureel te blijven doen, zodat we niet achter de feiten aanlopen, maar tijdig altijd de zaak op orde hebben. En dat de mensen dan maximaal kunnen profiteren van hetgeen waar we met z'n allen bedacht hebben. Nou, laten we hier deze uitzending mee afsluiten. Ontzettend bedankt Marcel en Tony voor de komst naar de studio. Graag. En succes met de verkiezingen. Dank u. Ga je ook mee naar verdere interviews. We'll be right back.